Dag 5 alweer van de Kooiwijzer reis naar Japan. En deze dag beginnen we bij Koda Koi Farm. Dat is misschien wel de mooist gelegen koi farm van allemaal. Echt een route dwars door de bergen met fantastische uitzichten, noem maar op. Koda staat bekend om Doichugo-sanken, Ginringo-sanken en nog wat allerhande variëteiten. De kweker die de vis altijd erg groot krijgt. Deze buitenbassins zijn overigens allemaal leeg. Dit is het hoofdhuis. Met daarin de grote vissen, Atsushi van Mr. Nishikigoi, staat al binnen. Dit is bijvoorbeeld een bak met klantvissen en met oude dieren. Als jullie goed kijken daar, de Showa met een beetje die Marutenstip. Die is 91 centimeter. Dan heb je een beetje een idee van de proportie van deze bak, hoe groot de vissen ongeveer zijn. Deze bak is nog te koop. Hele goede goshiki ook altijd bij Koda. Tansho goshiki. Dit is weer een bak met klantvissen en oude dieren. Het is Koda Koi Farm, daar zijn we de dag begonnen. Nog altijd bij Koda Koi Farm, dit is wel leuk om te laten zien. Dit zijn die RVS showers die je bij steeds meer Japanse kwekers ziet. En jullie zien dat bedieningspaneeltje daar links aan de bovenkant zitten. Dat betekent dus dat in deze shower zit een trommelfilter gebouwd in de bovenste bak. Daar zit een trommel in, daar wordt het water voor gefilterd en daarna zitten de bakken gewoon gevuld met medium. Ik wil ook even laten zien wat voor medium erin zit, als dat zichtbaar is. Het gaat dus wederom, net als bij Odakan, om die vierkante plaatjes. En zo wordt er hier gefilterd en dat werkt goed, want zoals jullie zien, het water kraakhelder. Aangekomen bij Murata Koi Farm, daar zie je de kweker. Heel mooi, vrij nieuw kooihuis. Serieus gebouwd. En Murata is wel een van de beste kohaku kwekers van dit gebied. Staat natuurlijk bekend om het mooie donkere brandweerrode beni. Dit is het huis met tossai en wat nissai. Hier zie je de tossai. Dat is best groot hoor, voor deze tijd van het jaar. En de nissai. Daarachterin zitten de small nissai. Die nissai, deze kohaku hier, is van mij aangekocht op de Niigata Breeders Option. Dit is het eerste kooihuis van Murata. Hier buiten staat ook het tweede kooihuis. Daar gaan we zo meteen ook nog even naartoe. Voor nu. Ook mooi om te zien dat deze kweker dus echt alleen maar kohaku's heeft zitten hier. Dat is helemaal niets. Alleen kohaku. Murata Koi Farm. En we zijn weer terug bij Odakan. Odakan, daar wonen we tegenwoordig. Maar het is vandaag de grote dag van Dieter. Dieter heeft even wat visjes in de bol gezet.
Small Nissan noemt Oda kan dit, allemaal zo rond tussen de 35 en 45 centimeter denk ik. Showa, Kohaku zit een Shirootje bij. En we gaan eens even uitzoeken wat die kiest. Dat zien jullie in het volgende shot. Benieuwd ook welke vissen jullie hadden uitgezocht uit deze bol. Dus kijk nog even goed. Heb je bij waar je kan bekoren? Gewoon naar de mouw kijken dan. Nee, kom maar, je moet. Op de valreep is het Dieter dan toch gelukt. Het is hem gelukt. Twee prachtige showen, Oda kan Brad. 53 en 51 centimeter, more or less. Dieter, gefeliciteerd hè jongen. Yes. Van Oda kan snel door naar Marudo. Marudo vertelde ons eerder deze week dat er vandaag een grote harvest op het programma stond, waar liefst 301 kleuren zouden worden geoogst. Nou, wij zijn er meteen bij, dus dan heb je, nou ja, eerste keuze, een van de eerste keuzes in ieder geval. Drukte van je welste, want uiteraard zijn wij niet de enigen die dat wisten. En hier zijn de nodig. Het grootste deel van de grootste vissen. Dat is de grote baas zelf. We zijn nu weer door met het selectieproces. Oh. Moet je niet in de weg gaan staan. Dan gaan we eens kijken of er iets tussen zit. Het werd wel heel erg druk en heel erg lang bij Marudo. Dus zijn we doorgegaan naar NND. Daar komen we toevallig met de eerste lading Tosai binnen. Maar dan wel Tosai Tamasabas om extra te genieten. Hier zijn we bij NND. Mooi opgeruimd als altijd. Shiro Utsuri van de DK bloedlijn. Vernoemd naar een bekende hobbyist voor de kenners onder ons. En in deze is een samenwerking tussen een aantal kwekers. Die eigenlijk samen dan één farm hebben op die manier. De laatste, nou, pakweg vijf jaar echt enorm in opkomst. Meerdere grote prijzen gewonnen. Heel goede Go Sanke, Kohaku. Shiro's komen nu erg snel door. Ook toch ook wel Showa. Zij het nog in wat minder hoeveelheid. En wat je bij NND ook altijd ziet is dat het, dit zijn dan de filters, die hebben ze dan weer gemaakt van een paar oude quarantainebakken, opvangbakken. Het ziet er allemaal niet uit, maar het functioneert. Uitkijken waar je loopt, want anders wordt het of zwemmen of een gebroken enkel. Als jullie dat Dieter door het beeld heen zien lopen, die doet zijn best om niet door het beeld heen te lopen en dat gaat helemaal niet goed. Hier is de beste, een van de beste ponds, even kijken. Ja. Een beetje tussen de 65 en 80 centimeter denk ik hier. Zo hebben jullie een mooie eerste indruk van NND.
van NND naar Isa Kooifarm. Ander kooihuis dan de vorige keer. En we staan hier bij een vijver van Isa met een paar hele beroemde kooi. Waaronder de Grand Champion van de All Japan Young Kooi Show. Van 2 jaar geleden. Is nu Gosai. 5 jaar oud. Inmiddels de 80 centimeter gepasseerd. Wat ook wel aardig is om te zien. Isa is natuurlijk wereldberoemd om de Showa kweek. Dat is ook echt de specialiteit van de farm. Maar er worden hier ook echt briljante kohaken gemaakt. Dat zie je hier ook. Dat is allemaal 80 centimeter en groter. Schitterende vissen. En megabodies, hè. Dat is natuurlijk ook echt een ding bij Isa. Deze Tansje Showa bijvoorbeeld is echt een ongelofelijke bouw. Zullen we weer even terug bij Isa Kooi Farm. De dag zit er weer helemaal op. En ik dacht, misschien is het leuk om eens te laten zien hoe de hotelkamers er hier uitzien. Het is wel heel klein. Dit is mijn werkplek. Worden de video's en dergelijke vooropgezet voordat Melvin en Dennis ze afmaken. Dit is mijn bed. Het is een beetje een anderhalf persoonsbed. Ja, het is echt ontzettend klein. Het uitzicht. Nou, laten we zeggen dat we het daar ook niet echt van moeten hebben. Overigens wel een prima hotel hoor, brandschoon. Goed ontbijt. En de welbekende Japanse wc's waar je je op alle momenten en op alle manieren kan laten spoelen hoe jij het maar wil. Een bad. Voor de gemiddelde lilliputter. Maar je kan uitstekend douchen. Dus dat is de kamer. Daar zijn we nu weer terug. En wij gaan eten zo. Ik ga nu de videomateriaal allemaal doorsturen van deze dag. En dan zit de dag er weer op. En dan gaan we morgen onder andere naar Marudo. Waar een harvest... Of waar de geharveste kooi die je in deze video ook hebt gezien. Ja, wat beter in shape zijn. En dan gaan we daar even kijken. We gaan ook nog naar Nogami. Dus tot morgen. Allemaal bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer.